Kaleidos. Kaleidos is een maatschappelijke organisatie die werkt aan het welzijn van mensen. Dit is mogelijk door de inzet van vele honderden vrijwilligers. Nou, ik ben Wies Peters. Ik woon in Zevenaar. Ik ben op zoek naar vrijwilligerswerk omdat ik toch iets, ook een stukje andere invulling in mijn leven. Ik heb de tijd ervoor nu, dus ik wil echt. Ik wil wat gaan doen. Ik ben nog even zoekende, omdat er zijn diverse soorten vacatures. Dus ik hoop dat mijn gesprekspartner met een vacaturebank mij een beetje tijdens het gesprek kan sturen. Kijken wat mijn interesses zijn en wat de mogelijkheden zijn. Dat is natuurlijk ook belangrijk. De vraag en aanbod van vrijwilligers vindt plaats in de vacaturebank en wordt volledig door vrijwilligers bemand. In onze vacaturebank zitten meer dan 200 organisaties uit Zevenaar die op zoek zijn naar vrijwilligers. Binnen Kaleidos zelf zijn veel vrijwilligers actief op het gebied van ontmoeten en begeleiding. Een voorbeeld daarvan is de Open Tafel. Kaleidos brengt mensen samen die elkaar niet kennen, die vaak door omstandigheden een klein netwerk van familie of vrienden en kennissen hebben. Het gaat om mensen die het leuk vinden anderen te ontmoeten en om samen met anderen te eten en ervaringen op te doen. We staan open voor nieuwe ideeën. Initiatieven van vrijwilligers worden door Kaleidos gestimuleerd en ondersteund. Daar ben ik gewoon bij Kaleidos naar binnen gestapt en gevraagd of ze plek hadden voor mij. En vroeg ze wat wil je gaan doen. Nou, tai chi. Ik ben tot nut van mensen. Het voelt gewoon goed. En het is zo mooi om die mensen echt in beweging te zien. En die komen dan eerst aan van, dit gaat niet, dat gaat niet. Er komt wel rustig aan. En gimlik zie je dat steeds opbloeien eigenlijk, zeg maar. Het wordt steeds mooier. Hiermee kan je de ouderen mee helpen om ook uit hun isolement te halen. Ja, je komt nader tot elkaar en ze kunnen ook uiten wat ze hebben. Het hoeft niet, maar het gaat vanzelf. En dat is ook fijn natuurlijk, dat je je verhaal kwijt kan. Heb jij ook een idee? Samen met Kaleidos kun je het uitvoeren. We begonnen met gewoon één grijze zilveren ruimte. En we hebben gewoon een keer op een dag met een hele grote groep vrijwilligers hier de muren aangepakt. En een beetje kleine dingen geverfd, allemaal verschillende kleuren. We proberen het leuk te maken voor iedereen. Ik doe dit nu hier voornamelijk omdat ik het gewoon gezellig vind. Het is leuk om gewoon met mensen van je eigen leeftijd van allerlei feesten klaar te zetten. En ze hebben gewoon allemaal een beetje het gezamenlijke dat het gezellig is. En dat het leuk is om dingen te organiseren voor anderen. Vooral voor mensen van je eigen leeftijd. Dat je gewoon hier toch wat leuks neer kan zetten in het toch wel wat saaie Zevenaar. Kaleidos staat midden in de maatschappij en kijkt waar mensen behoefte aan hebben. Zo ontstaan verschillende activiteiten, zoals de computershows, waar vrijwilligers instructie over computergebruik geven. Vaak hebben ze kinderen of kleinkinderen die wel even achter de computer gaan en dat voor oma of voor vader of moeder dat in orde maken. Maar dan weten ze zelf vaak niet hoe ze dat moeten doen. En ze kunnen hierheen komen en dan kunnen ze dingen zelf, wat ze zelf willen leren, kunnen ze dus hier leren. En als je iets niet snapt, kan je dat gewoon 30 keer vragen. En dat is met de meeste cursussen is dat niet zo. Je moet meestal meedraaien in iets. En of je het nou snapt of niet, dat maakt niet uit. Die cursus moet die draaien door. En dat is hier dus niet het geval. Ik heb in het grijze verleden al wel eens een computercursusje gevolgd. Dan wat kort dan. En toen gingen wij verhuizen. En toen moest er in plaats van een grote computer een laptop komen. Dus het was ook wel een nieuw verhaal. Toen dacht ik, nou weet ik het helemaal niet meer. Dus toen las ik in de krant dus inderdaad van Kaleidos. Was een of ander stukje wat er stond. Ik denk, daar moet ik maar eens naartoe. En zo ben ik eigenlijk hier gekomen al meer dan een jaar. En het doet mij veel plezier. Ik heb heel veel geleerd. Ik leer mensen iets wat ik kan. En het is ongedwongen, laagdrempelig. En het geeft mij ontspanning om ook te zien hoe andere mensen dat heel snel oppikken. Ik vind al de vrijwilligers kanjers, dat is één stuk van het verhaal. Maar ik vind dus dat ze elke week de moeite nemen om daar voor jou te zijn. Dat stukje tijd op te brengen om jou dingen te doen. Ik vind dat geweldig, ja. Soms is individuele hulp op maat nodig. Nieuwkomers worden door de vrijwilligers van Kaleidos geholpen om hun weg te vinden in Zevenaar en de Nederlandse samenleving. Voor hulp bij taalontwikkeling, zorg
Of bij vragen over instanties en financiën geeft Kaleidos informatie, advies en ondersteuning. Wij ondersteunen mensen die pas in Nederland wonen. Ze hebben altijd problemen met allerlei officiële formulieren en dergelijke. Maar wij gaan ook in het begin bijvoorbeeld de stad verkennen. Dat ze wat dat betreft weten waar ze terecht kunnen. Want de dingen die voor ons heel vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor hen nog lang niet. Hè? En dat kan ook niet anders, want als je nagaat dat sommige mensen 5 jaar geleden nog op een houten vuurtje kookten en grote kannen met water op hun hoofd moesten gaan halen, kilometers lopen, is dat heel begrijpelijk. Ja, het gaat toch veel om toeslagen. Nederland heeft een heel ingewikkeld systeem wat dat betreft. En dan ben ik bang dat het bij veel mis zou gaan. Tenminste, als ze hier verder geen familie hebben. Maar er zijn er ook bij die quasi alleen staan. En dan zijn wij heel belangrijk. Kaleidos helpt mensen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Onder andere met onze maaltijdbezorgservice. We hebben wekelijks contact en pikken signalen op als er iets aan de hand is. Ja, ik heb mijn plekje gevonden, zoals je dat wel kan zeggen. Want ik ben met heel veel plezier bezorg ik die maaltijden. Het belangrijkste wat ik heb gemerkt in vrijwilligerswerk, dat je gewoon met een hele gemotiveerde groep mensen in contact komt. Want er wordt vaak gezegd, het is onbetaald werk en waarom doe je dat? Je krijgt er zoveel voor terug en dat is niet in geld uit te drukken. Dat is, ja, je krijgt heel veel liefde van terug. En dat vind ik heel belangrijk. Onze kracht is dat we samen met vele handen een bijdrage leveren aan het welzijn in Zevenaar.